Ik kreeg van de week een belletje van mijn vrienden van Coca-Cola en die vroegen: hey Finn, wat doe jij 19 tot en met 26 april? En ik zei: oeh ja, ik ben wel heel erg druk, dus ik allemaal moeilijk dingen. Nee jongens, ik had helemaal niks te doen. Ik had helemaal niks te doen gelukkig. En toen zeiden ze: nou, dat komt goed uit, want je gaat met ons mee naar Coachella jongens. Oh mijn god, ik ben nog nooit in Amerika geweest, dus dit wordt echt een ding. Er moet nog heel veel gaan gebeuren. Ik moet nog nieuwe kleding kopen, want ik heb totaal geen zomeroutfitjes en dat is best wel handig als je in LA, waar het super warm is en naar een festival gaat, waar je er goed uit moet zien. Dus ik moet outfitjes gaan kopen. Ook moet ik naar de kapper. Lotfi, ik kom eraan jongen, ik kom eraan. Want dit kan niet. Coachella is volgens mij ook echt zo'n festival. Kijk, ik ben daar niet heel bekend mee, maar volgens mij is het echt een festival waar je outfit super belangrijk is. Dat het een soort van halve modeshow is daar. Het is vandaag dinsdag en morgen vertrekken wij richting LA. En ik zeg wij, want we gaan met het team van Coca-Cola. Stefan gaat mee, Bram Krikke gaat mee en Robert Rodenburg. Het wordt hartstikke gezellig. Maar Stefan die heeft ook al gelijk outfit stress, want hij zegt: yo, zullen we vanmiddag even shoppen? Het is tijd om naar de kapper te gaan. Kijk, ik wil niet zeggen dat mijn haar nu echt slecht zit, maar het is gewoon een beetje lang. En ik denk dat ik het deze keer een keer kort ga doen. Gewoon echt kort. Misschien de zijkant echt een beetje opgeschoren. Ik ga ook eventjes aan Lotfi vragen wat hij denkt. Of wat zijn advies is voor Coachella. Wat zou ik doen? Moet ik kort? Moet ik het lang houden? Weet je wat? Ik ga het lekker aan Lotfi overlaten. En daarna ga ik met Stefan richting de Bijenkorf op de Dam. En gaan we eventjes een outfitje shoppen. Want Steve die zei ook al gelijk tegen mij, wat ik net ook al vertelde, dat hij een outfitje nodig heeft, jongens. Dus let's go. We gaan richting de stad. Nou jongens, waar zitten we? Lotfi heeft me al geknipt, maar we zijn voor deze look gegaan. We dachten, nou ja, Coachella moet natuurlijk wel even wat specialer zijn dan de rest. Het is weer goed gefixt zo. Top. We hebben het weer goed gedaan. Nee joh, we moeten nog helemaal geknipt worden. Maar wat denk jij nou dat de perfecte Coachella look is? Onze haarspecialist, wat denk je? Ik denk sowieso dat die zijkanten lekker fris en kort. Ik dacht ook, we gaan gewoon even die tondeuse erin zetten. Ja, alleen aan die zijkant, hè. We willen wel een beetje lengte houden. Ja, ja, ja. Hij is aardig strak. Dit is echt precies wat ik nodig had, jongens. Lekkere frisse kop. Een lekkere frisse kop. Jongen, wat heb je het weer goed gedaan. Bedankt. Wow, dit kan niet. Luister, als je naar Coachella gaat, kan dit niet. Dit is not done. Broer. Oh, wow. Wat ja, oké, je mag mee, je mag mee. Ik wil een jacket. Ik heb er al vlekken op gemaakt meteen. Dit zit in de tas. Die oh, zat het in die tas? Ook, ja, die jij ook krijgt. Oh, ik krijg ook nog een Coca-Cola trui. Maar jongens, wij gaan even een on-point outfit zoeken. Hij moet echt goed zijn. Zo'n lekker overhemdje, weet je wel, met korte mouwtjes. Ja, ja, ja. Nee, ik wil gewoon met lange mouwen, maar zo'n linnen overhemdje. Oh. Ik ga als fuckboy. Ga je als fuckboy? Ja. Maar je bent sowieso toch wel een fuckboy? Ja, maar nog meer. Oh. Moet je nagaan. Wat vind je van mijn kapsel trouwens? Komt je kapper uit Australië. Waarom? Het zit niet. Ja. Ja, ik zeg je eerlijk. Nou, zijn we er klaar voor? Ik vind het wel hard hoor. Ik weet niet, van die broek is een beetje een raar model of zo. Hij is een beetje gek strakkig of zo. En ik moet geen grijs Coca-Cola truitje onder doen, maar. Nee, gewoon een wit shirt. Kijk jongens, ik heb ook even een outfitje aan. Ik denk dat dit gewoon sowieso ook lekker is. Het is een heel dun stoffie. Gewoon een witte t-shirt op. Dit is gewoon sowieso gewoon denk ik een hele steady outfit zo. Het is echt lastig jongens. Ik heb nu één outfit gekocht. Echt lastig, ja. Alleen, ik heb gewoon het gevoel dat ik er nog niet ben. Leuk. Ja, ik wil even een zwart overhemdje. Maar ik kan gewoon dat niet vinden. Zie hier, twee jongens die 2 uur lang in de Bijenkorf hebben gelopen en allebei een shirt en een broek hebben gekocht. Top. Vandaag is de dag dat we naar LA vliegen. En ik heb gisteravond ingecheckt. Alleen het enige jammer is, ik zit niet bij het raam. En als YouTuber is het natuurlijk hartstikke leuk dat je even zo'n shirtje kan maken. Dat je opstijgt en dat je landt. Maar dat gaat helaas niet werken, aangezien ik niet bij het raam zit. Oké jongens, de koffer is dicht. En ik denk dat ik er klaar voor ben. Ja, ik heb denk ik alles. Ik heb mijn paspoort, ik heb mijn andere spullen. En wat ik zeg, als ik mijn paspoort heb jongens, dan is het perfect. Dan kom ik er wel. Dus jongens, ik denk dat ik een Uber ga bestellen. En dan gaan we richting Schiphol. Uiteindelijk had ik 19 kilo bagage. Ik had eigenlijk meer van. Ik heb in die zin heel veel, maar ook heel weinig mee. Ik heb gewoon allemaal shirtjes mee, allemaal broeken. Ik heb eigenlijk heb ik gewoon alles meegenomen jongens. Dat ik zeker weet dat ik genoeg heb. Hey, Bram. Hey. Wat leuk. Hoe is het? Ja, goed. Hey, wat een vlucht, hè? Ja. In de hemel, zeg. Het is niet normaal. Ik had echt het gevoel alsof we 50 uur in een vliegtuig zaten. Ik vond het serieus wel meevallen, joh. Ja, ik niet. Ik kwam echt geen end aan. Dat was verschrikkelijk.
Maar je hebt hier dus 9 uur tijdsverschil, jongens. Dat is wel pittig. Voorstel, maar ik me niet uitkwam. Ik zat maar in dat vliegtuig. Ik kwam er niet uit. Oh, ik ben bek af. Zeikert. Robert, vind je een beetje stil? Heb je wel een fijne vlucht gehad, jongen? Ja, ik zat best wel chill uiteindelijk. Ik zat achter Steven. Pas op! Oeh! Nee, ik vond je zo stil. Ik dacht, misschien heb jij een kutvlucht gehad gewoon. Nee, ik heb best wel een prima vlucht gehad. Broei. Gewoon wat Bram een beetje zijn in de groep. Ze hebben het gevoeld of in een loop in. Ja, dat is echt zo. Er kwam geen end aan. Nou. Het ging maar... Ik voel eigenlijk wel lekker. Of 4 keer heen en weer ben gevlogen. Letterlijk. Zo voelt het. Maar goed, jongens. Hey, het positieve nieuws is... We zijn er. Oh ja. En we gaan naar Coachella. Dus ik moest net door de douane heen, maar ze stellen je allemaal best wel gekke, moeilijke vragen. En ik raakte een beetje van, ik vond het spannend. Ja, ze hadden geen moeilijke vragen. Nee, maar het was gewoon spannend, zeg maar. Ze zijn best wel streng op. Dus dan vragen van, hey, waar kom je vandaan? Spannend. Wat voor werk doe je? Hoeveel dagen? Je moet het, soort van, het is wel zo van quizje. Soms vragen ook van het wapen bij je hebt, 10.000 euro cash of zo. Dat hebben wij niet. Nee. Ik begin wel een beetje een inkakken te krijgen, moet ik zeggen, jongens. 9 uur tijdsverschil, we komen nu net aan. En ook omdat we natuurlijk echt 60, misschien wel 70 uur in een vliegtuig hebben gezeten. Ja, voor jou doen heb jij 60 uur in. Ik vond hem echt zo soepel gaan, het ging echt chill. Dat ben je knap, hoor. Dit is onze bus. Ik denk dat het past. Alleen voor ons. En zal het passen? En voor Steven zijn ego. Nee, daar komt een ander voor. Zo, what the fuck? Het is wel een hele grote bus. Maar dit is eigenlijk de bus alleen voor ons. En het Coca-Cola team. We zijn met z'n tienen. Een beetje veel. Het is echt bizar hoe erg hier op GTA lijkt. Dus je rijdt al zeg maar bij de airport. Lijkt al op GTA en al die straat zo. Het is echt bizar. Alsof ik het al gewoon ken. Echt lui. Kijk, ik heb als de vliegtuig Oh, die nu gaat opstijgen. Ik ben dat vliegtuig. Het is echt ziek, jongens. Het lijkt gewoon echt gewoon 1-1. Bij het hotel, jongens, maar kijk eens naar een leuke straat. Met die palmboompjes erbij. Helemaal top. Echt Amerika vibe. Echt een vibe. Echt een vibe. En we slapen hier, jongens. In het Hilton. Kijk eens wat even. Wat ben jij allemaal aan het zeggen? Wat ben jij allemaal aan het zeggen? Nou, ik zeg kijk dat deze, het een. Kijk deze koffer dan. Zo. Wow. Nee, ik moet zeggen, het is gewoon een vibe. Gewoon een lekker vibe zo. Gast, het lijkt net of we in LA zijn. Ja. Alsof we in LA lopen inderdaad. Oeh, wat lekker! Wat lekker! Zo jongens, dit is wel echt een topkamertje, hé. Lekker groot ook, lekker voor mezelf. Heerlijk! Oh. We slapen hier dus voor 1 nacht en we zitten dus in de buurt bij Santa Monica. Dus bij die Santa Monica Pier. Misschien dat sommigen van jullie dat wel weten. Hé, hey, kijk eens wat leuk! Zijn aan het basketball, of hoe noem je dat, honkballen? Wat lachen joh, kijk dan. Nou, als we maar geen bal naar binnen slaan, dan vind ik alles goed. En dan gaan we morgen gaan we richting Palm Springs. En dat is dan weer meer richting Coachella. Dus ik ga even lekker douchen, ik ga me een beetje klaarmaken. We waren aan het twijfelen tussen of gymmen, of even naar het strand een biertje drinken. Maar ik denk dat de keuze snel gemaakt is. We zijn op vakantie, we zijn niet zo heel lang, dus dan moeten we niet nu gaan gymmen. Vind ik. Het was zo lekker om te douchen nadat je in het vliegtuig hebt gezeten. Al helemaal als je 11 uur hebt gevlogen, jongens. Zo, jongens. Dit had ik echt even nodig. Wij zijn eventjes omgekleed en we gaan eventjes de buurt verkennen. Steve, ik moet zeggen, jij hebt wel inderdaad echt een... Echt zo'n LA. Ik zeg LA change me bro, LA change me. Oh my god. Lekker, jongen. We willen heel graag naar de Santa Monica Pier. Zeg, gaan we heen? Ja. Even neuken daar, gast. Waarom moet nou weer gelijk zo raar? Ja, ik kan het ook hoor. Kijk, ze hebben niet moeilijk. Ik ben nu aan het vloggen. Nu ben ik letterlijk een vlogger. Ik heb het gevoel dat mensen al snel denken dat je in LA heel bekend bent als je camera vast hebt. Nee hoor. Dat valt echt wel mee. Nee, denk niet dat mensen... Maak je er maar niet druk. Hello! Ja. My American friends. Oh, verschrikkelijk. Hou maar even pas weer. We hebben even een koffietje gehaald, maar kijk eens waar we staan. Santa Monica. De pier, jongens. Waarom doen we alles denken aan GTA? Ja. Hoe zou dat nou komen, zeg? Ja, oh. Hoe zou dat nou komen inderdaad? Ja, het is niet zo namelijk. Wat Jan Dori zegt. Dat jij dat dan hebt, hè? Ja, bizar, hè? Zo Vincent weer. Ja, zo gek. Zo typisch Vincent. Steve, hoor, die chicks keken naar je, Steve. Oh. Het komt op mijn fotboy look. Dit is ook zo'n typisch stuk van GTA, of GTST wil ik zeggen, maar GTA. Ja, ik... Dit is wel echt zo, de roosboom. Ja, roosboom hier, roosboom. Nee, maar dit is echt lijp, jongens. Holy shit. Wat ik nu al echt al 3 keer heb gezegd volgens mij, maar ik wilde hier zo graag naartoe. Dan is het zo vet om dit dan in het echt te zien, jongens. Ik zei het ook tegen Steve, ik loop hier nu
Maar ik heb nog totaal niet het gevoel alsof ik hier echt ben of zo. Ben jij hier, Steve? Ik ben letterlijk niet eens Stefan. Je praat nu met niemand. Alleen jij ziet mij. Ik ben hier niet. Ik ben hier ook niet. Yo, dit is lit, yo. Ja, dit... Ik vind het ook echt zo lijp, jongens. Ik zeg het nog een keer, maar kijk. Hier, het is echt zo dat waar je kan trainen en zo allemaal. Kijk eens nog even zitten, hé. Wat lekker. Helemaal genieten. Oh, hier, misschien dit. Nog zo'n plankje erbij. Een charcuterie en kaas. Dat is wel lekker. Nee, dat vind ik gewoon. Nou, dat hoef jij. Dat vind ik misschien wel lekker. Dan. Neem je dat? En jij vindt lekker je stom pizza. Ja. Ik hoef ook geen kaas. Hou even je mond. Een hele goede morgen, jongens. Het is momenteel hier in LA 6 uur 's ochtends en wij gaan hardlopen en richting het strand om daar naar Muscle Beach te gaan. We gaan even lekker sporten, jongens. Ik heb mijn GoPro'tje mee, dus let's go. Ik ben nog totaal niet wakker, maar fuck it, we gaan. Yo, what's up? What's up, bro? Hey, my man. Daar zijn we, Muscle Beach. Oeh. Ja. Ja. Ja hoor, hé. Een kleine pop. Kom wel ergens. What a vibe. Kijk eens even, jongens. De tassen zijn ingepakt, want we moesten om 11 uur uitchecken en we gaan straks rond een uurtje of 1 gaan even lunchen. En dan gaan we rond 4 uur gaan we richting Palm Springs, het nieuwe resort waar we in slapen. Ik ga eventjes de koffertjes beneden zetten, dan ga ik even uitchecken, laten we koffers hier staan. En dan gaan we eventjes Los Angeles ontdekken, jongens. Even de toerist uithangen. Wij zaten dus vanochtend bij het zwembad, jongens, en toen was het 18 graden. Maar straks in de middag wordt het 35 graden en als we of 32 graden, zo 130. Maar als we dan straks richting Palm Springs gaan, waar Coachella ook is, daar is het straks 35 graden. En ik moet nog zonnebrand halen, aangezien de UV-index straks om 12 uur 9 is. En ik heb geen zonnebrand. Dus dat is top. We gaan op toeristenpad. Yes, sterk. Het voelt in de achter doet. Terwijl je hebt eigenlijk al geen ruimte. Die dat je inderdaad heel... Steefje, stoppie. Hij wil per se dat ik hier voor hem ging zitten. Ja. Dan moet je maar voor je zitten natuurlijk. Uitstappen, ja? Ja, ik zou maar niet zo stoer doen inderdaad. Ja, inderdaad. Maar we zijn nu onderweg naar Rodeo Drive, jongens. Dit is dus gewoon echt de winkelstraat in LA. Hier kun je dus ook weer met GTA gewoon lekker doorheen knallen gewoon. Nee, dit is wel... Ja, dat is wel inderdaad. Ja. Oh, wat heb ik mensen hier geschept. Ik vind het wel vet. Het ziet er dik uit hier. Ja, dit is letterlijk, ja, dit is letterlijk waar die bankoverval is met GTA. Ja. Weet je dat nog? De heist. Dus... Ja, die heist, ja. Ja. Jongens, het is echt gewoon een soort van GTA. Ik blijf het gewoon maar zeggen, maar kijk. Een oude Mustang en echt een zieke Lambo ook. Bram, jij bent helemaal into de in-and-out. In-and-out burger, you know. Into in-and-out burger. Only buy in-and-out burgers in West Coast. Yeah, and we are in West Coast right now, dus we need to get a in-and-out burger. Yes. So let's find some in-and-out burgers. Dit moet dus de shit zijn. Het is de shit. Het is de shit. Nou, we gaan het zien, jongen. Ga het meemaken. Ik vind het dus overrated. Jij bent het overrated? Ja. Okay. Ik vind het overrated. Ja. Okay. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het is prima, maar het is echt overhyped. Ik ben benieuwd. Bram is helemaal hyped erover. Dus, maar is dat niet? We gaan het zien. Ik ben benieuwd, jongens. Bram is hier helemaal lyrisch over de in-and-out burgers. Dus we gaan het zien. Maar mag je dus onbeperkt vullen, toch? Ja. Hij is toch ziek dat het zo druk is hier. Ja, echt ziek. Ik neem ook een lekkere cola. Mag je met één zo'n beker gewoon zo vaak als je wilt terugkomen? Ja, natuurlijk wel. Oh. Ik moet eerst het ijsje loser. Wat heb je ermee gedaan? Niks. Oh, oké. Okay. Hij is ook gewoon voor mij. Okay. Ik ben echt heel benieuwd, Bram. Maar ik vind het wel leuk al dat je dit gewoon onbeperkt kan drinken. Ja, maar dit was dus $29. Dat is dan niet veel. Nee, zeg maar alles is hier duur. Echt een gemiddeld drankje kost €20. Ah. Ja, die fastfood shit is... Dit is nice. Daarom zijn al die Amerikanen vaak misschien ook wel dik. Ja. Die fastfood shit is heel cheap. Ja. Lijp. Man. Boom. Dit is hem? Dit is hem. Ik ga ook even die pik aanmaken. Wow. Wat een unit. Bram, ik ga een hap nemen. Dat is goed. Ook lekker hoe ze dat verpakken. Fantastisch. Ook de vrolijk is heel veel zout op één plek gekocht. Hey. Right. Hey, of niet dan? Ja, hij is wel lekker. Nee, eerlijk. Ja, hij is wel echt lekker. Fijne ervaring. Veel,
eerlijk. Ik heb goed gegeten. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het beter dan het in mijn hoofd was, zeg maar. Ah, ja. 600 calorieën. Caroline. Gast, 600 calorieën. De hele parkeerplaats vol, binnenstam vol de drives. Helemaal voor. Ja. Het is 11 uur ochtends. Het is 11 uur ochtends, inderdaad. Dat is niet normaal. Echt bizar. Het kunnen ook mensen zijn die nachtwerk hebben gedaan. Ja, of die net klaar zijn met uitgaan. Nee, het zijn gewoon Amerikanen. Die eten gewoon een burger om 11 uur. Toen wij in Vegas waren, dan was ons goed. Ja, dat is hotel ontbijt, letterlijk. Hamburgers, scrambled eggs en donuts. Ja. Klinkt goed. Dat eet ze gewoon 's ochtends. Ziek hoor, echt lijp. Amerika is eigenlijk echt een raar land, maar vet tegelijk. Heel raar. Hollywood Boulevard. De Hollywood Boulevard. Ja, deze. Oh, allemaal acteurs, jongens. Maar ik zei net ook al, jongens, maar ik vind LA echt een hele vette stad. Echt gaaf. Dus we zitten in de bus en we gaan richting Palm Springs, naar het volgende resort. En het is 5 uur rijden, want het is druk. Want iedereen gaat naar Palm Springs, want als het goed is Coachella daar ook. En dit is Robert. Hi. Ik kan niet echt performen on the spot. Oh, oké. Okay. Dat was ook Robert dan, weer. Daar zijn we. In Palm Springs. De vlucht was 11 uur, maar ik moet zeggen dat ik de vlucht chiller vond dan de busreis. Ik vind de busreis nooit echt nice. Even remmen en dan weer gas geven. Maar goed, we zijn daar echt 4 uur rijden, maar we zijn aangekomen. Het ziet er mooi uit hier. Bram en Nix die zitten helemaal aan het einde van het park. Het is zeg maar een groot park. Volgens mij ook. We vroegen meneer, is het ver lopen? Toen zei hij van, it's a little walk. Een hele grote slipper. Dat is wel een hele grote slipper, inderdaad. Een hele grote slipper. Grote slipper. Ja, ik heb dat ook een beetje. Jij gaat om 11 uur. Ik ben ook inderdaad een beetje jetlekkerig, inderdaad, jongens. Geiners even, hé. Wat is dit voor gekkigheid, hé? Dit ziet er leuk uit. Dit ziet er wel leuk uit. Super gezellig. I love it. I love it. 5 o'clock somewhere bar. Ja, dit ziet er wel leuk uit, zo. Bram en ik zaten in blok 5 en gelukkig was dat super makkelijk te vinden. Wat is dit? Het is echt niet normaal groot, jongens. Potjandori. Vijfde. Ja, maar dit klopt toch? Hier, 5. Nee. Nee, dit klopt dus niet. Nee. Nee, godverdomme. Ik word er niet goed van. Wat is dit? Waar lopen we heen, maat? Misschien moet ik het vragen. It's next to us. Place. So 5 is right there. Okay. Oh, daar. Right there. So there. Out there and turn. Yeah. Right. Okay. Oh, thank you. Wat een gedoe. Hé, vervelend zo hier in Amerika. Nou hè, poepoe. Nou, kom, we gaan naar. Oh, hier wel. Oh, het is hier. Nou jongens, we hebben het gebouw gevonden. Het is hier. Na een half uur. We zijn er. Hoe laat moeten we weer weg? Half 8. Half 8 moeten we verzamelen, want dan gaan we. Half 8? Dan gaan we eten. 8 minuten. Echt? Ja. Oh. Ik kwam dus mijn kamer binnen en ik dacht dat iedereen zo'n lijpe kamer had. Maar blijkbaar was ik de enige met zo'n zieke kamer. Maar je hebt gewoon een heel woonkamergedeelte. Dan kan je daar nog eten, eventueel. Ga je niet doen. Dan loop je hier de deur door. Dan heb je hier nog de hele slaapkamer. Oh, hier heb je nog een kast. Kijk, en dan loop je hier zo de badkamer in. What the fuck? Dit is echt niet normaal groot. Voor mezelf. Hey, is dat eens even top? Een hele goede morgen vanuit Palm Springs. Kijk eens eventjes. Het zonnetje schijnt alweer fantastisch. Alleen ik werd vanochtend wakker met een of andere gekke allergische reactie. Waarschijnlijk is het weer mijn hooikoorts. Ik heb het vaker, maar dan zit mijn hele linker neusgat of mijn rechter neus. Mijn neus zit dan gewoon vol. Het is echt bizar, jongens. Maar ik heb dus ook daar van die pillen voor. Alleen het nadeel is dat als ik zo'n pil neem, zo'n hooikoortspil. De mensen die hooikoorts hebben, die weten het ook wel. Dan word je een soort van suffig en heel erg vermoeiend. Maar goed, we zijn in Palm Springs en ik ga even lekker ontbijten. Ik ga even kijken waar de rest is. En dan gaan we even lekker wat eten. Yo, man. Good morning, fam. Good morning. Oh, dat is UK. Good morning, fam. Dat is UK, ja. Dat is een merk, bro. Yeah. Merk. Look at this. I'm at the pool. Daar kom ik, jongens.
uit mijn slaapkamer en ik loop momenteel mijn woonkamer in, aangezien mijn kamer fucking groot is. Wij hebben het lekker gechilled bij het zwembad, we hebben lekker ontbeten. En uiteindelijk hebben we gewoon lekker ontbeten in het hotel zelf. Maar het is tijd om richting Coachella te gaan, jongens. En ik ben zo erg benieuwd naar de sfeer, hoe het eruit ziet, hoe groot het is, wat voor mensen er lopen. Ik heb er super veel zin in. Dus we gaan eerst even lunchen, ook hier in het hotel. En dan gaan we met z'n allen met de bus richting Coachella. Ik kan helaas niet mijn camera meenemen, omdat je geen professionele camera's mag meenemen. En deze is dan professional. Dus ja, ik film gewoon lekker op mijn telefoon. Dus jullie gaan zien hoe het daar aan toe gaat, jongens. Ja, dit is wel ding. Dit? Ja, ik vind het hard. Maar hij is wel heel duur. Ja. En van jou. Het staat je wel heel smerig. Maar op een goede manier. Ja, hij is wel goed. Hé, je moet het gewoon doen. Ik doe het. Hey! Ja. Daar zijn we. Dames en heren, jongens en meisjes. Op Coachella. Wat zeg je nou, man? Hé, hey, leuk, man. Kijk nou even, wat leuk. Ja, is heel leuk. Kijk, je hebt daar een soort ding, draaimolen. Ik hoorde net van Timor. Die is ook Coachella mee. Die was hier het eerste weekend ook. En die zei dus dat het eerste weekend altijd het lijpste weekend is. En dat zeg maar nu al wat rustiger wordt. Maar kijk eens even, jongens, hier. Lekker zonnetje erbij. Heerlijk. First experience. Ja, echt heel vet. Maar we zijn eigenlijk net, hè. Dus we hebben nog eigenlijk niks gezien. Nee. Dus ja, het komt, maar ik voel het. Het borrelt. Ik voel het. Kijk eens even wat een vibe, jongens. Het zonnetje gaat onder, palmboompjes. Iedereen loopt wel de andere kant op. Ik heb het gevoel dat ik de verkeerde kant op loop, aangezien iedereen hierheen loopt. Gisteren was de allereerste dag op Coachella en het was echt super dik. Het was echt gewoon heel lijp. Wel moet ik zeggen, Timor die is er ook, dat is een danser. Die is ook gezellig mee via Coca-Cola. En die woont hier in LA. En die zei dat het eerste weekend echt het weekend was waar iedereen naartoe kwam. Iedereen echt meer zijn best deed met outfits, gekkere shows. Dus zeg maar, het tweede weekend is iets minder. Maar het is alsnog gewoon echt gewoon bizar. Het was zo lijp. Vette artiesten, vette omgeving. En het is gewoon zo dik dat je gewoon in LA, of nou zeg maar in Palm Springs, op een festival loopt. En dat je dan zo die berg op de achtergrond ziet en die palmbomen. Het is wel echt gewoon een vibe. En vandaag ook weer een prachtige dag, jongens. Kijk nou eens eventjes. Pideo? Ja. Fuck this. Yes. Fuck it. Fuck this shit, you know. Hier, Bram. Je Pablo-bril. Dankjewel. Hij staat jou wel echt goed. Ik kan er weer tegenaan. Ja, je kan er weer tegenaan. Let's go! Ik zie er wel een beetje uit als een soort van school shooter. Ja, een klein beetje, maar dat is niet erg, Bram. Ik bedoel, dat maakt ook gewoon een beetje wie je bent. Dat is waar. Een school shooter? Wat? Nee, wat ik bedoel... Je, maakt dat mij dat... Nee, maar gewoon een coole... Een cool, vind je dat cool? Een cool hoeker, bedoel. Vind je mensen die dat doen cool? Oh, nou, jongens, wij gaan even lekker een burgertje halen. Yo, what's up, bro? What's up, man? Hey. Oh. Start nog een keer, wacht even. Oh, oké, wacht. Ja. Yo, man. Yo. Bam! Yo, what's up, bro? Yo, nee, ik heb gewoon deze. Yeah, what's up, bro? Draai met je boenda, draai met je boenda. Je ass zo groot, hij staat op voenda. Draai met je boenda, je ass, je beeld. Die unit van de auto. Zo. Kijk, die motorkap. Zeg, ik ben 1,90. Kom wat op mijn schouder. Grap, kijk hoe die bij mij komt. Holy shit. Die Amerikaanse auto's hier zijn wel echt zo dik. Ik hou er ook wel van. Daar zitten we weer, jongens. Weet je wat ze lijken als je hier in Amerika, zeg maar, staan overal bij elke hamburger staan bij hoeveel calorieën erin zitten. In één zo'n hamburger die we gaan nu gaan nemen, zitten 680 calorieën. Lekker. Kijk eens echt wat een juicy ding dit is, hé. Niet normaal. Echt een vibe zo, jongens, hier. Echt lijp. Ik ben positief. Oh, wat is dat? Dat is Robert. Oh. Wow. Laat me met rust. Ik ben ook positief verrast over Amerika, over de mensen. Ik had een beetje verwacht dat ze arrogant zouden zijn. Het is een beetje zoals Bram, maar uiteindelijk zijn ze gewoon best wel lief. En gewoon complimenteus. En gewoon een beetje sympathiek. En zin om leuke dingen te doen en zo. Doe maar, hij is het. Coachella, dag nummer 2.
En dit is mijn outfit. De welbekende broek van Stone Island. Die heb ik vaker aan, jongens. Met een wit blouseje erop. Kettingjes om. Prada brilletje op. We zijn er klaar voor! Ik ben er ook klaar voor. I was born ready. Born to be alive. Yes! Let's go! Is it too much? No, it's not too much. Heb je een dikke kont in deze broek? Nee. Ik vind hem perfect zo, Bram. Dit staat je goed, het past bij je. Hey, het is wie je bent, je houdt het mooi dicht. Bij jezelf. Precies. Pantprint. Daarom. I'm a panther. Ja. Yeah. Ik denk trouwens dat als jij zeg maar op het festival loopt en je doet je blouse helemaal los. Nee, maar dat is too much. Ja, maar dan die met die mooie tattoo van porno. Dan denk je wel heel veel... Porn. Dit is heel fout. Dit is too much. Dit is too much, ja. Wel een beetje, jongens, maar goed. Dit kan niet. Dit, dit kan niet, daar trekken we de grens. Too much. Maar we zijn er weer klaar voor. Dus we gaan weer de bus in, jongens. En ik ga weer dingetjes filmen op mijn telefoon. Alleen, ik denk dat als ik thuis ben dat ik een nieuwe telefoon ga kopen, aangezien mijn batterij heel snel leeg gaat. Maar goed, let's go richting Coachella. Daar zijn we weer. Wow, Rosalia. Rosalia. We staan nu te wachten op Suicide Boys, maar eigenlijk een keer te horen. Het duurt lang. Wat zeg je nou eigenlijk? Voordat Kid Leroy kwam, kwamen de Suicide Boys. En wij wilden een goede plek bij Kid Leroy. Dus we dachten, nou, dan gaan we ook wel vast bij de show van tevoren kijken. Maar blijkbaar was dat echt een zieke show met allemaal gekke moshpits. En allemaal stoelen werden gegooid. Maar goed, we hebben het overleefd. Kijk eens even, jongens, we staan vooraan bij Kid Leroy. Metro! Dit is niet Metro. Metro! Het is vandaag zondag, jongens. En vandaag is de allerlaatste dag van Coachella. En hier in Palm Springs. Want morgen gaan we richting LA en vliegen weer terug naar Nederland. Maar jongens, holy shit. Ik was gisteren dus bij Kid Leroy en ik stond helemaal vooraan zoals jullie zagen. Ik vond het zo vet om te zien. Ik was helemaal onder de indruk, jongens. Ik zat er lekker in ook, jongen. Ik stond daar helemaal te vibe. Het was zo chill en zo hard om hen te zien. En de mensen die al langer mijn vlogs kijken, die weten dat ik echt heel erg fan ben van Kid Leroy en Justin Bieber. Helaas komt Justin Bieber niet. Heel veel mensen hadden nog soort van, ging een beetje een dingetje rond van, oh, misschien dat Justin Bieber het podium opkomt bij Stay. Maar dat kwam hier helaas niet. Maar alsnog was het fucking dik, jongens. En ik ga me even omkleden, want we gaan weer richting het terrein van Coachella. Let's go! Ja, jongens, de volgende dag en de koffers zijn weer ingepakt. Want we gaan straks de bus in. Het is nu 10 uur. En dan gaan we richting LA om naar huis te gaan. Maar jongens, wat een weekend en wat een week. Het is zo gek. Ik zat gisteren op mijn telefoon even te kijken naar dat we gingen hardlopen in de ochtend en zo. En het voelt allemaal zo lang geleden al dat het zo leuk was. En het gaat allemaal zo snel voorbij. Dus sowieso, dankjewel Coca-Cola voor deze ervaring. Het is echt bizar. Ik heb zo erg genoten. En ik ga het echt niet meer vergeten. Ik vond het heel vet. Ik vond LA dik. Ik vond Coachella dik. Dus we gaan lekker naar huis, jongens.